25 november. Het is 8 uur en we gaan van start met de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor de gemeente Pelt. Bij aanvang van deze gemeenteraad wil ik even stilstaan bij het droevige nieuws dat we vorige week hebben vernomen. Het droevige nieuws is dat Maddy Smets is overleden. Maddy is de echtgenote van raadslid Jeff Mree. En namens de raad wil ik Jeff en zijn familie onze oprechte deelneming aanbieden. Jeff heeft ons ook laten weten dat hij vanavond niet zal deelnemen aan de gemeenteraad en laat zich hiervoor verontschuldigen. En we hebben tevens ook nog een verontschuldiging van Benny Baks, die er ook niet bij kan zijn vanavond. Voilà, dan gaan we van start met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Een eerste agendapunt zijn de notulen van de vorige vergadering. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Niet, dan gaan we over tot de stemming. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samen Pelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Akkoord. En Linda voor de lijst Vissers. Akkoord. Dan zijn de notulen goedgekeurd. Agenda punt 2 voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn is de algemene vergadering van CIPAL. Dan moeten we een bepaling doen van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. De Raad van Bestuur van CIPAL stelde een agenda voor en die heeft iedereen kunnen inkijken. En dan gaan we nu over tot stemming. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samen Pelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Onthouding. En Linda voor de lijst Vissers. Akkoord. Oké. Agenda punt 3. De regio Noord-Limburg. Daar is er ook een algemene vergadering en moeten we ook het mandaat bepalen voor de gemeentelijke vertegenwoordiging. Daar is ook allemaal opgenomen in de notulen. Ik ga onmiddellijk over tot de stemming. Tenzij er vragen zijn. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samen Pelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Onthouding. En Linda voor lijst Vissers. Akkoord. Voilà, dan hebben we de 3 agendapunten voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn al gehad. En gaan we nu over tot de gemeenteraad. Ook daar zijn er notulen gemaakt van de vorige vergadering. En daar gaan we over stemmen. Tenzij er iemand vragen heeft. Niemand. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samen Pelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Akkoord. Linda voor de lijst Vissers. Akkoord. Niemand die wil afwijken van dit stemgedrag? Dan is het punt aangenomen. Agenda punt 2. 3 en 4. Die gaan alle 3 over de ophaling van afval en huishoudelijke afvalstoffen en zo. En schepen. Lisbeth Fransen gaat daar een toelichting geven en ze heeft gevraagd om de 3 punten tegelijk te mogen toelichten. En dan gaan we daarna over tot de aparte stemming van elk agendapunt. Dus ik geef het woord aan Lisbeth. Ja, dank je wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Omdat het dus eigenlijk gaat om de aanpassing van de desbetreffende reglementen, liever naar aanleiding van de invoering van Optimo, leek het mij aangewezen om de 3 samen te nemen. Het eerste betreft dus de gemeentebelasting, waarbij dat het reglement zal aangepast worden met betrekking tot de fracties. Het tweede betreft het reglement op de tarieven, op de aanvoer van de afvalstoffen op de recyclageparken en met name dan ook in de zomermaanden waarbij de Optimo-fracties ook aan worden toegevoegd. En het derde betreft het afvalreglement en met name het aantal zakken dat daar wordt aangeboden, ook hier weer in kader van Optimo, voorzitter.
Dank u wel, Lisbeth. Zijn daar vragen bij van iemand? Niet. Dan gaan we over tot de stemming van agenda punt 2. De gemeentebelasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. En de raad wordt verzocht akkoord te gaan met de wijzigingen aan het belastingsreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Akkoord. En Linda voor Lijst Vissers. Akkoord. Niemand die wil afwijken van het stemgedrag, dan is het punt aangenomen. Agenda punt 3, het reglement betreffende de tarieven op de aanvoer van afvalstoffen bij de Peltse recyclageparken. Aan de gemeenteraad van Pelt wordt gevraagd het gewijzigde tarievenreglement voor de aanvoer van afvalstoffen bij de Peltse recyclageparken te bekrachtigen. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samen Pelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Akkoord. En Linda voor de lijst Vissers. Akkoord. Niemand die wil afwijken van dit stemgedrag. Dan is het punt aangenomen. En het laatste van de drie, punt 4, is het afvalreglement in verband met het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Het afvalreglement in verband met het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt aan de raad gevraagd om goed te keuren. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor de lijst Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Akkoord. En Linda voor lijst Vissers. Akkoord. Niemand die wil afwijken van dit stemgedrag. Punt aangenomen. Agenda punt 5. Het subsidiereglement voor het onderhoud van jeugdlokalen. Er is een volledig nieuw reglement uitgewerkt en ik geef het woord aan het schepen van jeugd, Katrien Keenis. Dank je wel, voorzitter. We hebben dat niet alleen gedaan, dat subsidiereglement gemaakt. We hebben dat samen met de VZW's gedaan. We hebben een hele overlegronde gehad. En daar zijn eigenlijk drie grote pijlers uitgekomen, waarin de verbouwingen en de aanpassingen van de jeugdlokalen staan, de dienstverlening vanuit de technische dienst en ook de ondersteuning rond brandveiligheid. Belangrijk om te zeggen is dat die infrastructuur waar wij in willen tussenkomen, dat dat enkel gaat over de infrastructuur voor de jeugd. Dus niet voor de gebouwen die enkel dienen om verhuurd te worden. Dus het is enkel het gebouw voor de jeugd. Voor de rest, onder de grote pijler 1 rond de verbouwingen en de aanpassing van de jeugdlokalen, komen ze om de drie jaar in aanmerking. Dat gaat over 70% van de volledige kost en €45.000 max. We altijd starten met een gesprek en we hebben ook een overgangsbepaling voorzien, omdat we geen reglement hadden in 2020 en 2021. Deel 2, pijler 2, is de dienstverlening vanuit de technische dienst. Dus het gaat over kleine herstellingen in en rond het gebouw. Ook dat is aan de hand van een gesprek. En dat gaat over €2.000 per jaar. Kan ook niet opgespaard worden. Hè. Dat je zegt, we gaan dat nu 3 jaar niet doen en dan doen we zoveel meer. Nee, dus dat is €2.000 per jaar. Dat gaat over 57 uur of over 7 mandagen die ze in samenspraak met ons en met de technische dienst kunnen aanvragen. En als laatste pijler 3 gaat over brandveiligheid. Daar is het plan om in 2022 een nulmeting te doen. De nulmeting zelf, die betalen wij, maar alles wat eruit komt, dus alle aanpassingen die eruit moeten gebeuren, die moeten op kosten van de jeugdbeweging zelf uitgevoerd worden. En dan komt dit reglement, kan er voor een aanmerking komen. Daarnaast willen we ook de brandblussers, de verwarmingstoestellen en de elektriciteitsinstallaties controleren. En ook die kosten willen we vanaf dan jaarlijks, of hoeveel keer dat die gecontroleerd moeten worden, vanaf 2022 willen we die dragen door de gemeente. Dat was het. Dank u wel, Katrien. Ik geef het woord aan... Katrien is het, en geef het woord aan... Dan was ik de kluis kwijt. Aan Katrien. Die er handje omhoog gestoken heeft. Ja. Katrien. Ja, we zijn akkoord daar niet van. Maar we hadden gewoon nog twee vragen. Eentje is, waarom wordt er niet gesproken over zakelijke rechten? Want
Nu vallen verenigingen die een opstalrecht hebben uit de boot, want er wordt alleen maar van erfpacht gesproken. En de tweede vraag is, volgens de inleiding is geen dubbele subsidiering mogelijk samen met de energiesubsidies. Maar in het reglement zelf komt dat nergens terug. Dus hoe gaat je dat dan vermijden? Rond die zelfbelangrijke rechten, het is wel de bedoeling, hè? Het gaat over onze 13 jeugdbewegingen. Hè? Die zijn allemaal in handen van de Vise 2 buiten 2. En het is toch de bedoeling dat we voor alle 13 gaan tussenkomen zelf. Dus dan moeten we het juist, moeten we checken of dat er ergens iets niet klopt. Maar dan moeten we dan eens nakijken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling om daar iemand in uit te sluiten. En uw andere vraag, hoe zich dat verhoudt tot het andere reglement. Dit is een reglement voor onderhoud, hè, van deze lokalen. En als we Dubbel-Limburg in onze lokalen gaan laten komen, die vallen van hun stoel, hè, in sommige jeugdbeweginglokalen. En in Dubbel-Limburg moeten ze ook 1, 2 en 3, en dan wordt alleen in de rang van de belangrijkheid, kunnen ze dan 1, 2 en 3 uitvoeren met dat reglement. Soms is uw raam kapot of is uw deur kapot, maar is dat op korte termijn wel een goede oplossing? En is dat niet de bedoeling dat je daar op lange termijn, heeft dat misschien niet nog nut dat je daar nog een dak en ik weet niet wat op gaat leggen? Gelijk bijvoorbeeld in Holheide nu, als je weet dat die gaan verhuizen, ja, daar blijven wel tegels kapot gaan en sloten vervangen worden en ik weet niet wat allemaal. En ja, niet iedere vereniging is even kapitaalkrachtig en eigenlijk is dat daarvoor. Dat begrijp ik. Maar hier in het reglement staat dat het gaat over verbouwingen en aanpassingen. En nergens komt terug dat deze subsidie niet gecombineerd mag worden met de andere subsidie. Er staat... Investeringen die de jeugdbewegingen wensen te doen met oog op energiebesparing en duurzaamheid vallen onder het eerder goedgekeurde subsidiereglement aan energiebesparende. Dus... als er dat wel al geweest is, ja, dat is goed. Hè? Dus de duurzame, hè, die grillige, die door Dubo bepaald worden. En daarnaast is dit voor het onderhouden van. Ja, maar dat staat in de inleiding en niet in het reglement zelf. Ah ja, oké. Dat moeten we dan eens bekijken. Kunnen we dat nog aanpassen? Is dat moeilijk of is dat niet nodig? Kijk even naar burgemeester of... Ja, ik denk dat er geen uitsluiting in staat, hè, in het reglement. Nee. Alle verenigingen kunnen beroep doen op het reglement van duurzaamheid. Daar kunnen ze beroep op doen. En dit reglement is exclusief voor jeugdverenigingen om andere dingen te doen als degene die buiten dat reglement vallen. Dus het sluit het elkaar niet uit. Hè. En wat niet verboden is, is toegelaten. Hè. Dus dan kunnen ze dubbelop krijgen, bijvoorbeeld als ze hun dak gaan vervangen? Ja. Men zal niet kiezen, doen we dat via het reglement van duurzaamheid, hè, waar dat men een hele procedure moet doorlopen via Dubbel-Limburg. Wat zijn de belangrijkste investeringen die men doet? Als men daarvoor kiest, dan gaat het dat reglement zijn en anders dit reglement. Maar ze kunnen, als ze willen, alle twee. Ze kunnen alle twee toepassen, maar ik denk niet voor hetzelfde. Hè. Ja, maar dat wordt niet uitgesloten, dus dan kan het als het niet wordt uitgesloten. Maar het is natuurlijk ook een reglement, maar dan verwijs ik naar dat gesprek wat cruciaal is. Hè? Dus het kan dat alles past binnen uw reglement, hè? Maar dat het niet past binnen de visie. Ja, ja. Ja, dus dan wordt het in het gesprek uitgesloten, lijkt mij. En ik denk, hè, dat het heel belangrijk is om dat gesprek zo belangrijk mogelijk en zo eerlijk mogelijk te maken voor iedereen. Hè? Zodat iedereen erin gerustgesteld wordt en een visie krijgt op korte en lange termijn. Hè? Ja, Schelly... Ik denk dat je het zo kunt tegenhouden, dan... Ja. Ja. Bij de jeugd wel, hè. Dat is in de goeie, Katrien. Dennis? Ja, misschien daarop aanvullend. Ik denk dat het vooral belangrijk is wat er met dit reglement in essentie beoogd wordt en ook zal bereikt worden, is dat onze jeugdlokalen terug een state-of-the-art kunnen zijn en het nodige onderhoud kunnen krijgen. En ik denk ook dat we daar van de goedheid van onze jeugdbewegingen wel een beetje kunnen uitgaan. Dat er geen misbruik van zal gemaakt worden. En
De eindbeslissing ligt nog altijd bij het college van burgemeester en Schepenen, die hierin de beslissing om het al dan niet toekennen van de subsidie moeten in de hand houden. Dus ik ga er ook wel vanuit dat daar controle op zal zijn, dat er geen dubbelop subsidiering zou zijn voor dezelfde investeringen. Het is daar, ieder gesprek is vanuit de bril van duurzaamheid en slim ruimtegebruik. Ja, en iedereen wil een goede huisvader zijn voor die gebouwen. En er is niet onbeperkt geld. Als je van nul kunt beginnen, ja goed, dan hadden we geen reglement nodig, want daar moeten we niet intussen komen. Maar ja, als de grond van de schatkist in zicht is, dan moeten we iets doen. Hè? Goed, we gaan over tot de stemming van het subsidiereglement voor het onderhoud van jeugdlokalen. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrien voor Groen. Akkoord. En Linda voor Leijs Vissers. Akkoord. Iemand die wil afwijken van dit stemgedrag, dan is het punt aangenomen. Het zesde agendapunt van deze raad gaat over het schakelzorgcentrum in Peer, de ontbinding en de verheffing. Ik geef het woord aan de burgemeester die daar een klein woordje over gaat toelichten. Dank u wel, voorzitter, collega's. Wij hebben vorig jaar beslist om zo een interbestuurlijk samenwerkingsverband op te richten samen met de vijf andere Noord-Limburgse gemeentes in onze eerste lijnzone. Het was ook vraag van Vlaanderen. Moest het ziekenhuis overvol geraken, dan zou men een uitwijkbasis willen hebben, een uitvalsbasis willen hebben, om mensen verder te verzorgen. En dat vonden we in het nieuwe pasgebouwde woonzorgcentrum, of liever een vleugel van het pasgebouwde woonzorgcentrum in Peer, dat we daarvoor hebben kunnen inschakelen. Moest het zover komen, het is nooit zover gekomen. Intussen heeft het agentschap Zorg en Gezondheid gezegd van kijk, die schakelzorgcentra zijn niet meer nodig, laat ons hopen. En hebben wij ook op 28 oktober vorig jaar het eindverslag en de afrekening goedgekeurd. Maar het was opgebouwd of liever georganiseerd binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband. En we moeten dat nu ook officieel ontbinden. We willen Kim Hurkmans als medewerkster van de stad Peer aanduiden als vereffenaar. En dan is die officiële vereniging die we opgericht hebben destijds om het te beheren, nooit in werking getreden. Maar dan kunnen we ze ook ontbinden. Er zijn voor de gemeente geen kosten aan verbonden. Alle kosten zijn betaald door de subsidie die we daarvoor gekregen hebben. Dat waren de voorbereidingskosten en enkele materiële kosten. Die zijn ook gedragen door twee van de partners. Namelijk het woonzorgcentrum zelf, dat een aantal zaken zelf heeft kunnen doen. En ook de hulpverleningszone Noord-Limburg, die voor een stuk een personeel heeft ingeschakeld bij de voorbereiding. Tot daar, voorzitter. Dank u wel, burgemeester. Ik zie geen handjes. Dan kunnen we ook overgaan tot de stemming. Kunnen we akkoord gaan met de ontbinding van het interbestuurlijk samenwerkingsverband Schakelzorgcentrum in Peer en de definitieve verheffing ervan? En kunnen we kwijting verlenen aan de vereffenaar? Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrien voor Groen. Akkoord. En Linda voor Lijst Wissers. Akkoord. Niemand die wil afwijken van het stemgedrag, dan is het punt aangenomen. Het volgende agendapunt, nummer 7, gaat over de dotatie aan de hulpverleningszone Noord-Limburg, die we moeten vaststellen. Ja. Zoals elk jaar moeten wij onze dotatie aan de hulpverleningszone, dat is eigenlijk de brandweer, hè, die moeten we vaststellen in de gemeenteraad. En dan kunnen we dat ook opnemen in ons budget of in het aanpassing van het meerjarenplan dat in de maand december voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Dat is een klein onderdeel ervan. Het is een bijdrage die we elk jaar moeten bepalen, die volgens de verdeelsleutel is vastgesteld in de hulpverleningszone, afhankelijk van het aantal inwoners en andere parameters die we vroeger hebben vastgesteld en de exploitatiekost en de investeringskost van de brandweer of de hulpverleningszone Noord-Limburg wordt op die wijze verdeeld tussen de gedacht 9 deelnemende gemeenten. En voor 2022 is dat volgens het meerjarenplan voor de gemeente Pelt
1.364.880 euro. En wat de investeringen betreft 744.687 euro. We vragen daarvan de goedkeuring aan de gemeenteraad. En dan kunnen we dat opnemen in ons budget zelf en dan volgend jaar overmaken aan de Hulpverleningsunie. Ik geef het woord even aan Frank Sutters, die aansluitend een vraag heeft. Ja, we gaan dit ook goedkeuren. Op een vergadering voor alle gemeenteraadsleden uit de zone hebben we het jaaroverzicht 2020 en ook de rekening uitgelegd gekregen. Ik denk dat we vooral de brandweer, want er gaat het, zo wordt het nog genoemd, vooral moeten bedanken voor de organisatie van het vaccinatiecentrum in Lommel. En ook veel succes wensen met de nieuwe organisatie voor de derde prik, hè, want die gaan ze opnieuw mogen doen. We hebben ook geleerd dat de gemeente Werf, die daar in Sint-Ruibers lag, aan de brandweer is verkocht voor 1,5 miljoen euro. En we zijn ook zeer benieuwd naar waar de derde post in Peer ooit gaat komen. En we hopen dat we daar op de gemeenteraad van op de hoogte worden gebracht. Ja, misschien even toelichten. Men is nog aan het zoeken naar een goede plek in Peer om de zuidelijke regio van onze zone goed te kunnen bedienen. Hè. En dat is een proces dat een tijd duurt. Hè. We hebben dat in de post Neerpelt nog ook meegemaakt. En dat moet geleidelijk opbouwen. En toch ook even ter aanvulling, Frank. Het is niet alleen de brandweer, het is ook de dringende medische hulpverlening. Hè, dat in de hulpverleningszone zit. En toch ook een heel pak van die exploitatiepak. Hè. Dat is de ambulance die uitrijdt als er noodsituaties zijn. Die trouwens permanent gevestigd zijn ook op Eikensveld. 24 uur en 7/7. Maar het is een goede dienstverlening inderdaad, waar dat we fier op mogen zijn. En dat we gelukkig zijn dat er die is en dat die op zo'n manier kan georganiseerd worden. Maar dat kost wel wat en daar moeten we dus voor bijdragen. Tot daar, voorzitter. Dank u wel. Dus aan de Raad wordt verzocht of gevraagd of we akkoord kunnen gaan met de bijdrage aan de hulpverleningszone Noord-Limburg. Conform het door de zoneraad goedgekeurde meerjarenplan van 2021 tot 2025. Dennis voor CD&V. Excuseer, mijn verbinding was even weggevallen, maar wij zijn akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Ja, zoals gezegd, akkoord. Katrijn voor Groen. Akkoord. En Linda voor Lijstvissers. Akkoord. Niemand die wil afwijken, dan is het goedgekeurd. Achtste punt op de agenda, Limburg.net, de opdrachthoudende vereniging. Daar is ook een algemene vergadering en daar wordt gevraagd of we het mandaat kunnen bepalen voor de gemeentelijk vertegenwoordiger. Ook daar zijn de documenten van verschenen. Ik ga onmiddellijk over tot de stemming. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Akkoord. En Linda voor de Lijstvissers. Akkoord. Agenda. Niemand die wil afwijken, dan is het punt aangenomen. Agenda punt 9. Ook weer een algemene vergadering, deze keer van Pontus. Daar moet dus ook een bepaling gebeuren van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. Ik ga over tot de stemming. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Onthouding. En Linda voor de Lijstvissers. Akkoord. Dan is het punt aangenomen. Ik moet er wel bij vermelden dat de vergadering samenvalt met onze gemeenteraad. Dus, maar wellicht gaat die digitaal door. Dan kunnen we daar nog aan deelnemen. Maar anders zullen we ons moeten verontschuldigen vanuit de gemeentepeld. Maar we moeten wel dit standpunt van de gemeenteraad wel doorsturen. Het volgende agendapunt is een algemene vergadering bij het Nolenpark. Ook daar dienen we het mandaat te bepalen van de gemeentelijk vertegenwoordiger. Voor CD&V, Dennis. Akkoord. Stijn Samenpelt.
Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Onthouding. En Linda voor Lijst-Wissels. Akkoord. Niemand die wil afwijken van het stemgedrag. Dat is het punt aangenomen. Een volgende agendapunt is opnieuw een bepaling van een mandaat voor de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van CIPAL. Ook daar is alles van verschenen. We gaan over tot de stemming. Dennis voor CD&V. Akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Onthouding. En Linda voor de lijst Wissers. Akkoord. Niemand die wil afwijken van het stemgedrag, is het punt aangenomen. Nog een algemene vergadering, deze keer van de regio Noord-Limburg. Ook daar weer een bepaling van het mandaat voor de gemeentelijke vertegenwoordiger. We gaan over tot de stemming. Dennis voor CD&V. Dennis is er weer. Dennis? Ik ben akkoord. Allee, wij zijn akkoord. Dank u wel. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Akkoord. Katrijn voor Groen. Onthouding. En Linda voor de lijst Vissers. Akkoord. Iemand die wil afwijken van het stemgedrag? Niemand. Ook dat is dit punt ook aangenomen. De volgende en de laatste. Dat is een ander punt. Excuseer. Dus we hebben de bepaling van de mandaten gehad. Het volgende agendapunt 13, dat is het Nolenpark, de Raad van Bestuur. Daar moeten we een voordracht doen van een kandidaat, lid met raadgevende stem. De gemeente Pelt is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolenpark, dienstverlenende vereniging. En naar aanleiding van de statutenwijziging, goedgekeurd in de algemene vergadering van Nolenpark op 17 december 2020, kan de gemeente Pelt een kandidaatlid met raadgevende stem voordragen voor de Raad van Bestuur van Nolenpark. Er zijn drie kandidaten die zich daarvoor gemeld hebben. Dat is Kim Strabonski, Linda Vissers en Katrijn Konjaerts. En nu gaan we dan in de chatbox over tot de stemming van deze kandidaat. Ik zie dat de stemmen binnenlopen. Nog een aantal mensen die moeten reageren. Zijn er mensen die problemen hebben met de stemming? Zijn er mensen die problemen hebben met de stemming, die moeten dat even melden in de chatbox of handje opsteken. Maar ik zie dat er nog maar 25 reacties zijn. Maar ja, er verandert geen. Dus we gaan ervan uit dat 25 mensen deelgenomen hebben aan de stemming. En dat de kandidaat van N-VA, Kim Strabonski,
de meeste stemmen heeft en dat zij dus voorgedragen wordt voor de, als kandidaat lid met raadgevende stem voor het raad van bestuur van Nolen Park. Oké, dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat is een agendapunt dat is op de agenda gezet door de lijst Groen. En dan geef ik ook het woord aan Groen om het toe te lichten. Ja, dank u wel, voorzitter. De toelichting van ons voorstel van beslissingen. Eind september stemde de gemeenteraad over de ondertekening van het lokale energie- en klimaatpact. Tijdens die bespreking van dat punt gaf de bevoegde schepen aan dat het niet gewenst is om het bestaande klimaatactieplan van Pelt uit te breiden met bijkomende acties, omdat het al voldoende ambitieus is en al een zeer zware werkdruk legt op de betrokken ambtenaren. Groen Pelt heeft begrip voor dat laatste argument en wil hiervoor een tenminste gedeeltelijke oplossing bieden met dit voorstel van besluit. We stellen daarom voor dat de gemeente met de bijkomende financiële middelen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact één extra personeelslid aanwerft dat zich enkel op de realisatie van het Peltse Klimaatactieplan zal richten. Dus een klimaatambtenaar. Hiermee garandeert Pelt zich dat het de engagementen die het nam binnen het pact ook effectief kan realiseren. Dus we vragen dan ook de steun voor dit voorstel van beslissing. Dank u wel, Hans. Er is ondertussen ook al een reactie opgekomen van twee andere partijen. Dan geef ik het woord aan Dennis, die dat gaat toelichten. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad vanuit de CD&V-fractie, maar ook vanuit Samen Pelt, we hebben het gezamenlijk ondertekend, een amendement ingediend op dit voorstel. We hebben het ook laten versturen naar de gemeenteraad, omdat wij dachten dat het wel goed was om jullie daar tijdig van in kennis te stellen, zodat jullie daar ook van kennis konden nemen. Nu, wij hebben inderdaad een aantal zittingen van de gemeenteraad geleden het lokaal energie- en klimaatplan goedgekeurd. Hetgeen zal resulteren in een investering van iets meer dan 110.000 euro liever vanuit de Vlaamse regering richting Pelt in de legislatuur, in deze legislatuur nog, dus tussen 2021 en 2024. De Vlaamse regering vraagt in ruil klimaatacties. En wij in Pelt, wij vanuit het beleid, ook vanuit de beleidsvisie, zien we daar ook liever concrete klimaatacties in. Het voorstel van Groen wou die middelen gebruiken om voornamelijk te investeren in één bijkomend personeelslid. Nu, door die middelen te investeren in personeel is er volgens ons geen directe return on investment eigenlijk vanuit de Vlaamse regering. Daarnaast vonden wij het ook niet ideaal dat één personeelslid als vangnet gezien wordt voor het klimaat- en energiebeleid in Pelt. Maar ziet onze partij een actief klimaatbeleid, dat moet gebeuren vanuit de hele organisatie en vanuit eigenlijk ieder personeelslid en liefst ook iedere inwoner van onze gemeente, dat zeer gedragen is. Daarnaast voorziet het voorstel van Groen slechts in een personeelslid voor 2 jaar. De vraag is, ja, wat daarna? Op 2 jaar zal in elk geval het klimaat niet gered zijn, helaas. Dus wij zien liever, en dat willen wij door dit amendement bewerkstelligen, willen wij echte verantwoordelijkheid nemen voor het energie- en klimaatbeleid in Pelt. En willen wij niet investeren puur in personeel, maar in effectieve realisatie en resultaten op het terrein. Pas zoals ik zei, binnen de beleidsvisie van onze beleidsploeg, hetgeen ook door schepen Lisbeth Fransen de vorige keer is toegelicht, om de klimaatproblematiek in Pelt serieus te nemen en binnen de hele. Dennis, klank is weggevallen. Okay. Ik was weggevallen.
Maar oké, ik ga concluderen. Ik denk dat ik ook aan het einde was gekomen. Dus wij willen vanuit CD&V dat de budgetten ook in concrete acties worden omgezet. Realisatie op het terrein. Dus daarom dat wij dit amendement hebben ingediend om de klimaatproblematiek in Pelt op een globale manier binnen de hele organisatie aan te pakken en niet te investeren in één bijkomend personeelslid. Ik geef het woord aan Frank Suttes, die ook zijn handje opgestoken heeft. Dank u, voorzitter. We gaan op zowel het voorstel als het amendement op het voorstel ons onthouden. Waarom? Omdat we denken ook dat meer personeel niet de oplossing is, maar het huidige personeel beter laten samenwerken, dat dat wel is. En we hopen dat iemand daar gaat coördineren, een diensthoofd of zo op de gemeente. En dat we dus op de gemeenteraad daar wel geregeld, om de 3 maanden bijvoorbeeld, een verslag van krijgen. Want de grootste zorg voor ons is dat dit geen dode letter blijft. En dat we dus ook communiceren naar de mens toe en daarmee naar buiten komen met de daadwerkelijke punten die de gemeente doet om meer klimaatvriendelijk te werken. Stijn? Ja, dank u, voorzitter. Voor te beginnen wil ik mij aansluiten bij hetgeen wat Dennis verteld heeft over het amendement. Dus volledig op dezelfde lijn uiteraard, anders had het niet samen mee ingediend. Ik wil toch ook nog wel eens onderstrepen dat in deze huidige tijdsgeest het klimaat zo belangrijk is geworden dat elk bestuur dat zijn eigen een beetje serieus neemt, bijna alle zaken zal moeten aftoetsen aan klimaat. En vandaar dat dat in de ruime zin moet bekeken worden en niet overgelaten worden aan één ambtenaar. Dank u. De volgende die zijn handje opgestoken heeft, het is Hans, maar daar is ook nog een reactie van Linda Vissers. En dan stel ik voor dat Linda eerst een reactie geeft, dan kan Hans vanuit een voorstel terug reageren. Akkoord? Ja, akkoord, voorzitter. Ik denk, ik sluit me voor een stuk aan bij collega Suttens en eigenlijk ook een stukje bij de indieners van het amendement. Ik denk dat het niet wijs is om nu voor 2 jaar nog een personeelslid aan te nemen. Ik zou liever hebben dat vanuit verschillende, dat er bijvoorbeeld een coördinerend iemand gaat zijn en dan vanuit verschillende diensten, dat men daar werkt aan dat klimaatplan. En gelijk collega Suttens zegt, regelmatig op de gemeenteraad terugkomen. Ik denk niet dat het wijs is om nu voor die paar jaar een bijkomend personeelslid alleen voor dat item aan te nemen. Dus ik denk eerder een verspreiding over meerdere diensten. Allee, iedere dienst zal wel zijn eigen puntjes hebben en kan daar misschien aan werken. En als we zo regelmatig vanuit die verschillende diensten wat voorstellen krijgen wat ze gaan doen, dan denk ik dat het veel beter is dan nu een personeelslid aan te nemen voor 2 jaar. Want dat is in onze ogen ook wel een stukje, niet zozeer weggegooid geld, maar toch, het kan beter gebruikt worden. Hans, dan mag je reageren. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik ga heel even die 2 jaar duiden waarom dit niet daarin stond. We hadden in de zitting van september en dus ook dat bedrag al vermeld, die 110.000 euro. Ja. We hadden toen ook uitgerekend dat er geld gaat bijkomen in de loop van deze legislatuur nog. Hè. Dus dat in totaal op ongeveer 250.000 euro zou komen. Maar omdat die bedragen nog niet specifiek vastlagen, hebben we gezegd van we houden het op die 110.000, waar dat we zeker van zijn, is gelijk aan personeelslid voor 2 jaar, wat natuurlijk niet wegneemt dat, en dat zou de bedoeling moeten zijn volgens ons, dat er een personeelslid voor langere tijd zich daar op kan focussen. Ja. Dus vandaar dat die termijn van die 2 jaar erin staat. We weten dat er meer geld zit aan te komen, maar we weten nog niet precies hoeveel geld, en dus geld in het kader van de lokaal energie- en klimaatpact. En het voorstel is, net omdat er ook gezegd werd tijdens de zitting van september, want kijk, de mensen die nu al op de dienst zitten, ja, die kunnen het werk niet aan. Die worden overbelast en daarom dit voorstel. Nu, ik zou nog een paar andere opmerkingen en vragen willen stellen. Naar de indieners van het amendement toe. En naar de meerderheid toe sowieso. Nu, als zo'n amendement het tegenovergestelde van het originele voorstel impliceert, dan vragen we ons af hoe dat het wel een amendement is. Hè.
Technisch gezien misschien wel, maar wat hier wordt toegelicht is gewoon een nieuw voorstel van beslissing. En dat amendement is in feite een nieuw voorstel van beslissing. Dus de kern van het oorspronkelijke voorstel van ons wordt volledig geschrapt. En eigenlijk vind ik dat een beetje een triestig politiek spelletje. Hè. We stellen dat voorstel op met een open vizier, twee bedoelingen, waar dat iedereen hier zich wel achter zal kunnen scharen, denk ik. Daadwerkelijk en effectief dat klimaatplan helpen verwezenlijken. En dan tegemoetkomen aan de verzuchtingen van het personeel om die werklast te verlagen. En dat voorstel, constructief voorstel, dan een beetje wordt weggelachen met een amendement dat in feite gewoon vraagt goed te keuren wat al bestaat. Ja, daar vind ik een beetje triestig stem dan gewoon tegen. Hè. Dan is dat amendement niet nodig. Hè. Of is het gewoon dat men geen voorstel van de oppositie wil aanvaarden? Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Volgens het amendement is de instelling dus dat het geld over alle diensten moet worden gespreid. Maar ja... Ja, hoe dan? Waar gaat dat geld? Dat zou ik dan wel eens graag willen horen van de indieners van het amendement. Waar gaat dat geld dan specifiek concreet naartoe? Hè? De drie concrete uitgaven die met dat geld gaan gebeuren, die zou ik toch wel een keer willen horen. We vinden het spijtig dat het niet besteed wordt aan een aparte ambtenaar. Hè? Want ja, natuurlijk die diensten... Ja, heel belangrijk dat die meewerken, dat snappen wij natuurlijk ook. Maar die diensten zijn niet in de eerste plaats bezig met CO2-vermindering. Dat is niet hun prioriteit. Hun prioriteit is ja, werken, adviseren volgens de wetgeving. En aangezien er geen duidelijke CO2-doelstellingen per dienst vooropgesteld zijn, ja, door de gemeente zullen die diensten geen duidelijke prestatieindicatoren hebben en blind varen. En wat betreft CO2-besparing. Ja. Of is er dat toch? Is er per dienst dan wel zoiets als een bepaald percentage reductie vooropgesteld? Dan zouden we dat ook graag horen. En het voordeel van een specifieke afgevaardigde voor zo'n realisatie van het klimaatplan is dat je een centraal aanspreekpunt hebt met de nodige expertise. Centraal aanspreekpunt voor alle diensten. Omtrent klimaat- en CO2-besparing, dus een specialist. Hè. En die, hij of zij, die kan dan de vinger aan de pols houden op welk percentage CO2-besparing, en daar zelfs nog iets over, we zitten en welke inspanning er nog nodig is. Hè. En als iets in onze ogen, als iets iedereens verantwoordelijkheid is, wat hier dan de insteek is, ja, dan wordt het uiteindelijk niemands verantwoordelijkheid. En daar hebben wij, daar maken we ons zorgen over. En ik zou dan ook even willen vragen aan de indieners van het amendement. Hè. In het verleden was er al dikwijls sprake, hè, was er al verschillende keren sprake van bijzonder ambitieuze klimaatplannen, zoals ook in het amendement. Maar ik zou dan eens willen vragen of de indieners zelf weten hoeveel CO2-reductie dat die plannen uiteindelijk al gezorgd hebben, hè, voor Pelt. Hè. Dus ja, het cijfer, hè, voor hoeveel CO2-reductie hebben die plannen al gezorgd. Pardon, dat zou ik wel eens graag willen weten. Ja. Dus een paar vragen en een paar opmerkingen. Ja, ik hoop dat er reactie op komt. Volgende persoon die het handje opgestoken heeft, is Lisbeth. Lisbeth, ja. Frans. Dank je wel, voorzitter. Misschien eerst de bekommernis van Linda en Frank wat duiden of wat op anticiperen. Het is zo dat we momenteel intern over de verschillende diensten heen een stuurgroep hebben die de diverse acties die er op hun dienst lopende zijn opvolgen. En daarnaast is het ook zo dat wat betreft de terugkoppeling naar de gemeenteraad toe, het ook volgens het lokaal energie- en klimaatpact zo is dat we dat om de twee jaar sowieso ook naar de gemeenteraad moeten brengen. Dus wat dat betreft, ik denk, Frank, met alle respect, drie maanden gaat weer heel rap zijn. Ik wou dat we zo snel konden werken natuurlijk. Maar de acties hebben uiteraard hun tijd nodig om op te starten en zeker ook uit te voeren. Maar die terugkoppeling uiteraard, zeker en vast, die is voorzien en ook gepland.
En misschien al heel kort meegeven op hetgeen wat Hans ook aangeeft van de spreiding over de diensten. Ons klimaatactieplan bevat verschillende thema's, hè, gaande van gebouw over transport tot openbare verlichting, tot industrie, tot landbouw. En die zitten, of die worden desbetreffend ook door de desbetreffende ambtenaar ook opgevolgd en uitgevoerd. Hè. Bijvoorbeeld al, om maar een simpel voorbeeld te geven, als er verlichting in de sporthal moet vernieuwd worden, dan is dat een ambtenaar van de sportdienst die dat opvolgt. Moet daar gewerkt worden rond fietspaden, zit dat bij planning en projecten. Hè. En ik denk dat het ook van belang is dat hetgeen wat wij vragen aan elke burger, hè, dat we dat ook meenemen in ons verhaal voor de diensten. Hè. Het mag zo niet zijn dat het op één terechtkomt. En dat zou dan bij ons met name Anja zijn, Anja Snoek zijn, zoals je ongetwijfeld weet, maar misschien eventjes was vergeten, hebben we Anja Snoek in ons midden. Hè. Een heel waardevol personeelslid, hè. Onze duurzaamheidsambtenaar, die de zaken zo goed als mogelijk mee opvolgt. En ook acties ingeeft in future-proofed. Hè. Daar moeten wij ook onze acties die we doorheen alle diensten in het gemeentehuis, zal ik het zo even noemen, ingeeft in future-proofed. Hè. Dat is een online platform dat ons wordt aangeboden door NUMA, waar dat we gratis gebruik van mogen maken. En die ook kunnen aangeven wat dat de CO2-besparing is. Hè. Dus op die manier proberen we het wat handen en voeten te geven. En daarnaast is het ook zo dat VVSG in kader van het Lokaal Energie-Klimaatpact, dus zoals gezegd ook op de gemeenteraad, zoekt naar een manier om al dat cijfermateriaal op een uniforme manier straks te gaan monitoren. Dus ik denk dat er al wel een aantal acties en een aantal stappen, belangrijke stappen genomen worden, die zowel vanuit Pelt en wij surfen daarvoor uiteraard waar dat het kan en nodig is, mee ook op de Vlaamse acties en instrumenten om dat te bewerkstelligen. Dank u wel, Lisbeth. Het woord is aan Dennis Fransen. Dank u wel, voorzitter. Ik zou toch nog graag kort reageren op hetgeen collega Proost hier kwam te zeggen. Nu, ik denk dat wij in het verleden bewezen hebben dat we wel voorstellen van de oppositie kunnen goedkeuren als ze constructief zijn en als ze ook concreet genoeg zijn. Nu, waarom hebben we hier vandaag voor de methodiek gekozen? Ik denk dat we daar heel transparant in zijn geweest om een amendement in te dienen, om dat tijdig ook aan de gemeenteraadsleden, ook zelfs tijdig genoeg, alsof het een nieuw agendapunt zou zijn, hebben bezorgd aan iedereen, hebben laten bezorgen door de algemeen directeur. En we hadden inderdaad het ook kunnen wegstemmen, een nieuw agendapunt kunnen indienen en dan was het resultaat hetzelfde geweest. Dus ik denk dat we daar niet in technische discussies moeten vervallen. Twee, waar ik het moeilijk mee heb, is dat ik hoor dat de eindverantwoordelijkheid bij een personeelslid zou moeten liggen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid nooit bij een personeelslid mag liggen, maar altijd bij het beleid moet liggen. Ik denk dat dat heel concreet is en ik denk naar de concrete acties dat Schepen Fransen daarnet ook al naar verwezen heeft. U vroeg ook naar welke concrete CO2-reductie met ons voorstel, met ons amendement, wordt bereikt. Dat blijkt meer dan duidelijk uit het klimaatactieplan dat daar wel effectieve CO2-reductie is. Ik kan de bal ook terugkaatsen. Welke concrete CO2-reductie wordt met jullie voorstel bereikt? Ik denk dat het geld ook op zal zijn, maar met een concrete CO2-reductie van 0,0. Goed, dan is er nog Stijn Philippe die wil reageren. Stijn? Ja, dank u voorzitter. Ik zou toch even meneer Proost het een en ander willen zeggen. Ik vraag me af of hij wel geluisterd heeft. Geluisterd heeft naar wat wij gezegd hebben voordat hij de tweede keer tussenkwam. Wij hebben wel goed geluisterd, maar je hebt blijkbaar niet gehoord wat dat wij gezegd hebben over klimaat en onze tussenkomst. Vraag me ook af of dat je alles gelezen hebt.
zegt wat daar in de amendement staat. Dat is een document, maar daar staan dus specifiek punten in vernoemd binnen de gehele organisatie. En ik zou ze nu ook gans kunnen aflezen, maar het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende items die aangehaald worden. En wat uw CO2-vermindering betreft, ik heb juist gezegd dat een bestuur dat zijn eigen serieus neemt tegenwoordig altijd met het klimaat moet bezig zijn. Moest het zo zijn dat het aanwerven van één ambtenaar een serieuze vermindering van de CO2 zou als gevolg hebben, wel meneer Proost, dan zou het onverantwoord zijn als er één gemeente in heel Vlaanderen is die een zo'n ambtenaar niet zou aannemen. Maar zo simpel is het niet. Daar ons amendement. Dank u. Goed, ik zou hier nog graag op willen reageren. Ja, maar dat mag. Dat mag. Ja, misschien eerst op Schepen Fransen. Ja, natuurlijk. Hè. Ik weet ook, en iedereen weet dat hier, dat Anja, dat die veel werk verzette. En dat was in september, denk ik, ook een beetje een insteek van uw repliek. Van ja, kijk, er wordt heel veel van gevraagd. Hè. Dus daarom, nog eens, daarom ons voorstel om daar iemand extra bij te zetten. Ja. Nu, die thema's in het klimaatplan, ja, die zijn er inderdaad voor de verschillende diensten, maar ja, de concrete targets van reductie, ja, die zijn er niet. En natuurlijk, ja, hoe gaat je dan een plan realiseren, een doelstelling realiseren, hè, als je het spreidt over alle diensten, wat we begrijpen, maar je geen concrete targets oplegt. Hè. Ja, dus dat is daar een bedenking van onze tweeën bij. En dan op collega Fransen, maar dan bedoel ik Dennis. Hè. En eigenlijk ook op collega Philippe. Ja, natuurlijk, de eindverantwoordelijkheid moet nooit liggen bij één personeelslid. En dat weet ik ook. Hè. En dat weten wij ook. Maar het is wel heel belangrijk dat er iemand is met een helikopterzicht. Ja. En een soort ploegbazen, de werfleider, om het zo maar te zeggen. Hè. Die het allemaal goed monitort en bijhoudt en met veel expertise. Ja. En dan in verband met de CO2-reductie, denk ik dat jullie mijn vraag verkeerd begrepen hebben. De vraag was hoeveel CO2-reductie hebben we tot nu toe al gehad. Hè, met de plannen, het klimaatplannen die dat er al geweest zijn. Nu, ik ga je een beetje helpen. En die CO2-reductie tot nu toe, 2011 tot 2019, ja, is geweest 2,9%. Ja. Bron Limburg in cijfers. Ja. De doelstelling van het gemeentelijk klimaatactieplan is minstens 40% CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar 2011. Ja, nu zitten we dus aan 2,9%. Ja, we moeten 40% halen volgens het plan tegen 2030. Ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen als we nu op 2,9 staan? En ja, als dat geen teken is dat er anders en meer nodig is dan een amendement dat eigenlijk gewoon zegt van, bevestigt van, ja, laten we doen wat we al gezegd hebben, ja, dan weet ik het ook niet meer. Hè. Dus vandaar ons voorstel. Hè. Dus we zullen een serieuze tand moeten bijsteken. En dit voorstel is een voorstel om op die manier dus een tand bij te steken met die extra ambtenaar daarbij. Ik zie dat de burgemeester ook nog een woordje wil zeggen. Ja, we kunnen daar nog heel veel over praten en van gedachten wisselen en filosoferen. Maar één heel concreet voorstel voor CO2-reductie hebben we vorige maand gehad. De goedkeuring van de verbouwing van ons gemeentehuis aan het Kerkplein, daar is het heel concreet uitgeteld. 29,2 ton CO2 per jaar sparen we daaruit. Ik vind het wel heel treurig dat Groen dat toen niet meer heeft goedgekeurd. Dat was heel concreet. Oké, dan gaan we over tot de stemrondes. Om te beginnen moeten we eerst stemmen voor het amendement dat ingediend is door de fractieleiders van CD&V en Samen Pelt. Voor CD&V, Dennis? Akkoord. Stijn voor Samen Pelt? Akkoord. Frank voor N-VA? Onthouden.
Katrijn Vergroen. Tegen. En Linda Verlijs-Vissers. Akkoord. Iemand die wil afwijken van dit stemgedrag? Dan is het amendement aangenomen. En dan kunnen we nu overgaan tot het voorstel van Groen. En het, gezien het amendement is goedgekeurd, gaan we dus over tot de stemming van het geamendeerd voorstel van Groen. Met andere woorden, we stemmen voor het voorstel van Groen, rekening houden met de zaken die genoemd zijn in het amendement dat we juist goedgekeurd hebben. Ah. Voor CD&V, Dennis? Ja, met het geamendeerde voorstel zijn wij akkoord. Stijn voor Samenpelt. Akkoord. Frank voor N-VA. Onthouden. Katrijn voor Groen. Ja, ik zou het appreciëren mocht het niet meer het voorstel van Groen genoemd worden, want dat is het absoluut niet meer. Wij stemmen tegen dit voorstel. Ja. En Linda voor Lijs Vissers. Akkoord. Iemand die wil afwijken van dit stemgedrag? Dan is het punt goedgekeurd. Dan zijn we aan het einde van de agenda gekomen en daar liggen nog een paar vragen. En dan geef ik het woord voor aan N-VA. Frank Soetes, denk ik. Ja, dank u, voorzitter. Mijn variapunt gaat over het onderhoud van de rioleringen. Vlak voor de fusie werd ook het rioleringsnet van Neerpelt verkocht aan Indraqua, Fluvius nadien. Zoals ook dat van Overpelt, met dat van Overpelt was gebeurd. Dus zodat de nieuwe gemeente Pelt zijn rioleringsnet uniform beheerd werd door Fluvius. Fluvius krijgt voor dit beheer een gedeelte van de belastingen voor afvalwater die we allemaal samen met onze waterfactuur betalen. En als tegendienst moeten ze de rioleringen goed onderhouden. We stellen hier enkele problemen vast. Als de riolering verstopt geraakt, wie organiseert en voert de reparaties dan uit? Is het Fluvius of de gemeente? Als er een rattenplaag heerst in de rioleringen, wie bestrijdt die dan? Fluvius of de gemeente? En als de bovenliggende voetpaden loskomen te liggen, wie legt die dan weer goed? Fluvius of de gemeente? En concreet verwijs weer naar de situatie in de Willem II-straat. Dat was de vraag. Ik dacht dat vanuit het scheepcollege schepen Dirk van Sakelen zou reageren. Ja, voorzitter, dat wil ik met alle plezier doen. Dus wij werken inderdaad samen, of wij hebben onze riolering als Pelt, eerst als Overpelt, dan als Pelt, ingepakt bij Fluvius. En we zijn eigenlijk van hun service eigenlijk tot op heden eigenlijk heel, heel tevreden, dat, om ergens te situeren. Ik moet er wel bij zeggen dat de Willem II, daar kom ik zelfs even terug, een beetje een omwille van zijn geschiedenis eigenlijk een ander verhaal is. Maar daar wil ik zelfs even op duiden. Wie onderhoudt die riolering? Ja, dat is Fluvius. Zij hebben verschillende raamcontracten voor reiniging, camera-inspectie, wortelingroei. Dus als er ergens problemen zijn of gemeld worden, dan gaan die meestal via het gemeentelijke website waar we mensen kunnen aanmelden. Of klachten die binnenkomen bij onze technische dienst, die gaan richting Fluvius. En zij houden eigenlijk het netwerk van de rioleringen netjes in stand. Natuurlijk, zij werken maar op het openbare stuk. Hè. Dus vanaf de huisaansluiting ja, is het eigenlijk de privé-eigenaar die verantwoordelijk is voor zijn... Ja, voor hetgeen wat er aan de riolering op zijn privaatstuk gebeurt, is uiteraard voor de privé-eigenaar. Dan kom ik bij de ratten. Natuurlijk zitten er in een riolering zitten er ratten. Die hebben daar eigenlijk ook een nuttige functie. Zegt men mij. Natuurlijk, die beestjes die komen omhoog en zeker in deze tijd, einde van het jaar, traditioneel november, december, januari, wanneer er eigenlijk weinig eten overal te vinden is, gaan die op zoek naar eten. En het grote probleem is dikwijls mensen die thuis met alle goede bedoelingen kippen houden, voor de scharleieren, dus op zich is dat allemaal heel leuk en aardig. En die kippen die zorgen ook voor de berg keukenafval die daardoor netjes verdwijnt. Maar daar worden nogal zo het kippen s'avonds gevoerd. Dus mensen die, ja, die na het avondeten bij ons spreken nog de rest gaan in het kippenhok gooien. En ja, de kippen die gaan op stok. En het eten ligt dikwijls te grabbel. En natuurlijk is dat een heel dankbaar cadeau voor ratten.
die daar gebruik van maken om te eten. Hè. Dus als er ergens mensen zijn die kippen hebben, we hebben dat vorige keer al eens via de PLT vorig jaar alles kenbaar gemaakt, dat men eigenlijk uiterst voorzichtig moet zijn en goed af te tuin wanneer men die eten geeft, best 's morgens, als die kippen effectief ook het eten opeten. Als er ratten uit de riolering komen, is dat ook dikwijls in die stukken na de huisaansluiting. Dus op die private stukken, omwille van bepaalde activiteiten, zijn ooit die rioleringsbuizen wel beschadigd. En ziet men daar dat ratten eigenlijk uitkomen. Nu, we hebben als gemeente, want rattenbestrijding is een gemeentelijke taak, we hebben een overeenkomst met de rattenvanger, die dan ook ingeschakeld wordt via onze gemeentelijke dienst, en ook dikwijls de technische dienst. Die mensen komen dan af en die kijken dan wat het probleem is, en dikwijls zetten die van die kastjes, zoals men zegt, waar die beestjes in gaan eten. Als nu blijkt dat het effectief door een gat in de riolering komt op het openbaar domein, ja, dan wordt uiteraard Fluvius ingeschakeld om die schade terug te herstellen. Als dat een gat is op het privéterrein, ja, dan wordt dan de desbetreffende privé-eigenaar gezegd dat hij zijn riolering moet herstellen. Wat wij niet doen natuurlijk, is vergif in de riolering zelf zetten. He, want de riolering mengt, de rattenvergif gaat zich dan mengen met het water eigenlijk. Hè. Dus dat kunnen we niet doen. Dus dat moet dan acuut opgewerkt worden, moet hersteld worden. Betreffende de openbare riolering is het dan uiteraard Fluvius die dan optreedt. Wat betreft de bovenliggende stoepdals die losliggen en alles, ook daar is het, als het te wijten is aan een mankement in de riolering, een onderspoeling of een gat dat er ontstaan is, dan is het uiteraard ook Fluvius die daar via zijn onderaannemers komt herstellen. Dus het is niet de gemeente. Nu, u refereert naar de Willem II en uiteraard weten we dat daar de toestand helemaal niet goed is. Heeft eigenlijk ook een klein beetje te maken met een historisch gegeven. Het is een heel aantal jaar geleden, denk ik op dit ogenblik een jaar of 10, 12, ik moet de juiste datum, was daar activiteit van een projectontwikkelaar om eigenlijk in het gebied daar tussenin, tussen Rietstraat en Willem II-straat, eigenlijk een heel groot bouwproject te voorzien. Men sprak toen van 400-500 woningen die daar gebouwd zouden kunnen worden. In die tijd hebben we toen als toenmalig gemeentebestuur een Overpelt gezegd, ja kijk, als die ontwikkeling daar gaat komen en die werftoevoer die gaat via de Willem II-straat moeten gebeuren, dan is het een beetje zot om daar nu te gaan investeren in de wegenis. We hebben toen wel de Hoevestraat verderop, vanaf de molen tot achteraan het Nindel gerenoveerd. Maar we hebben toen met die Willem II-straat eigenlijk gewacht. Hè. Nu, door de afbakening van het kleinstedelijk gebied 2019, ja, is nu gebleken dat we eigenlijk die invulling van die projectontwikkelaar, dat die dus niet gaat gerealiseerd worden. En hebben wij nu eigenlijk ook met Fluvius terug de draad opgenomen. En we hebben daar zelfs op de gemeenteraad van 30 juni het samenwerkingsakkoord gemaakt met Fluvius. Om daar nu zo spoedig mogelijk riolering te gaan voorzien. In die mate zelfs dat wij beantwoorden aan een aantal criteria. Of vroeger was de subsidiering 25% kost voor Fluvius, 75% voor de gemeente. Door nieuwe criteria krijgen we zelfs op deze toestanden, waar de riolering echt, ja, hoe moet ik zeggen, versleten is, scoren we hoger in prioriteit. Dat wil zeggen dat we vlugger aan bod gaan komen en krijgen we ook meer subsidiering als voordien. Ondertussen hebben wij, dus op 30 juni hebben wij die samenwerkingsovereenkomst gemaakt met Fluvius. En ondertussen heeft Fluvius zijn werk gedaan, om zo te zeggen. Komen tot 7 oktober offertes indienen. We hebben van 3 studiebureaus offertes gehad. En op het college van 8 november, dus deze maand nog, werd het studiebureau Jonkeren uit Sint-Michiels op voorstel van Fluvius aangeduid als zijnde een studiebureau dat nu aan de Willem II-straat gaat. Dus we gaan dus effectief nu de problematiek van de Willem II-straat effectief aanpakken om daar zowel de straat te renoveren als, denk ik, ook met ons spreken op het gebied van mobiliteit te kijken hoe dat ook het probleem daar dat zich situeert vooraan in de Willem II-straat met de geparkeerde auto's en af en toe zeker ook dat er een vrachtwagen tussen staat, om dat ook meteen op te pakken
Eigenlijk een goede oplossing voor te vinden. Want we denken dat die Willem II-straat samen met de Hoevestraat eigenlijk een perfecte verbinding is vanuit het Lintel voor zachte weggebruikers. Waar we zoveel mogelijk misschien het gemotoriseerde verkeer moeten gaan uithalen. Dat we meer moeten zorgen dat zij de gebruikelijke Lintelse baan ervoor gebruiken. Die is dan meer geschikt om, ja, om auto's te vervoeren, om het zo te zeggen. En dat we zeker de fietsers en de voetgangers, dat we die zeker de parallele verbinding Willem II-straat, Hoevestraat, dat we die eigenlijk meer gaan gebruiken. Ik weet niet of ik daar voldoende in uitleg ben. Ja, Frank? Nog één vraagje, Dirk. Je zei dat de rattenbestrijding een gemeentelijke taak is. Wordt die, zoals vroeger, dat ook uitbesteed aan iemand? Of is er iemand van de gemeente zelf met een opleiding die dat kan doen? We hebben in contact met iemand, ik meen dat hij met een firma van Mazeik is, maar ik ben niet helemaal zeker. En zij moeten bij een melding binnen de x-aantal tijd ook effectief op het terrein zijn geweest om de problematiek te bekijken. En samen met betrokken inwoners om daar een oplossing voor te vinden. Nu, hij of zij, want het is ook soms een dame, hoor ik, bekijken de situatie. Als daar, en afhankelijk van die situatie, moet er technisch worden ingegrepen. Moet er op privéterrein bijvoorbeeld een stuk riolering worden hersteld, of op openbaar domein. Of moeten er andere zaken worden gecorrigeerd, waaronder bijvoorbeeld ook sterk die afspraken met de buren rond het voederen van een kip, bijvoorbeeld. Dus het is dikwijls een en-en-verhaal, een complex gegeven, en dat zich vooral afspeelt nu in deze tijd, wanneer het winter is, hebben die beestjes, zijn die op zoek naar eten, en ze komen, die gaan dat zoeken bij wie van spreken, en ze vinden dat nogal eens op die plaatsen waar het eigenlijk rondgestrooid wordt op de grond eigenlijk. Nee, oké, dank u. Alsjeblieft. Dan kunnen we doorgaan naar de volgende vraag. Die is van Hans Proost van Groen. Hans? Ja, dank u, voorzitter. De eerste vraag is in verband met PFOS, PFAS. Tijdens de zitting van 30 juni informeerden we al naar de PFAS en PFOS-vervuiling in Pelt. En op dat moment waren de gemeentelijke diensten bezig met het controleren op de juistheid en volledigheid van de lijst die de gemeente had gekregen van de Vlaamse overheid, met erop 129 risicolocaties waar mogelijke activiteiten met PFAS werden of worden gedaan. En die info moest dan voor 15 juli worden bezorgd aan OVAM, zodat OVAM zo snel mogelijk kon uitklaren waar er daadwerkelijk bodemonderzoeken moesten gebeuren en die ook kon gaan inplannen. Schepen Fransen vermeldde toen dat het volgens de inschatting van dat moment om 14 bedrijfssites ging, voornamelijk op het Nolenpark. En OVAM werd toen ook gezegd van met de gemeente na de analyse terugkoppelen met de nodige duiding. En graag hadden we dan ook een stand van zaken in dat verband. Dus het zijn eigenlijk drie dingen. Om hoeveel risicolocaties blijkt het uiteindelijk te gaan? Dan ten tweede, bleken er bodemonderzoeken door OVAM nodig? En zo ja, zijn die al uitgevoerd? En als derde zijn er hiervan dan al resultaten beschikbaar en werd er overal meer duiding gegeven door OVAM. Dan is het woord aan Lisbeth Fransen die daarop gaat reageren. Lisbeth? Ja, dankjewel. Het is zo dat momenteel dus OVAM, momenteel, toen had OVAM ook de prioriteit gegeven aan brandoefeningterreinen, waarbij het betrokken schuim, zal ik zeggen, gebruikt is geweest. En ook dan in de woon- en schoolomgevingen. Nu, die zaten er bij ons in de lijst dus niet in. En momenteel zijn ze daar het onderzoeken nog aan het uitvoeren in de rest van het Vlaamse land. En zijn ze dus eigenlijk nu een soort van prioritering aan het maken van als die oefening achter de rug is, welk type bedrijven of welke sites komen dan vervolgens als eerste aan bod. Dus in Pelt zijn op dit moment nog geen onderzoeken bezig, maar ze gaan ons verwittigen zodra dat ze daar gaan opstarten. Oké, dank u.
Ik zou vooral met dit puntje willen vragen of het mogelijk is, maar dat is administratief, om ons sowieso die lijst, de gecheckte lijst, dus de lijst die door de gemeente gecheckt is, of dat we die zouden kunnen krijgen. En dus de gemeente heeft dan de lijst gekregen van OVAM en daar moest dan een check op uitgevoerd worden. We zouden die lijst graag ontvangen, dus of die bezorgd kan worden. En of dat er eventueel ook nog communicatie geweest is van OVAM met de gemeente. Dus na juni, na die zitting, en of dat we die ook zouden kunnen krijgen. Of ik kan die vraag misschien stellen ook via de algemeen directeur. Ja, dat mag Hans nu. Ik wil hem ook wel gerust doorgeven. Hè. Dat is op zich geen probleem. De communicatie die er dan nog gebeurd is tussen ons en OVAM, ja, is uiteraard te bezorgen van de definitieve lijst natuurlijk. En in september was er ook nog een verduidelijking gevraagd met betrekking tot locaties, omdat bijvoorbeeld op het bedrijventerrein liever zijn er ondertussen firma's van naam veranderd, overgekocht, veranderd. En dat was blijkbaar voor OVAM niet altijd even helder of dat de lijst die de brandweer had doorgegeven, waar ze dus met brand hadden zijn moeten tussenkomen, en de lijst die wij dan hadden doorgegeven, daar zaten andere namen bij. En dan wouden ze eventjes nog verifiëren over welke juiste locaties dat ging. En dus verder is daar niet direct nog communicatie geweest, buiten dan nu nog eens eventjes een update te vragen wat dat de stand van zaken is vandaag. Dus vandaag. Ja, oké. Dus die stukken die kunnen we dan wel verwachten. En hebben ze iets van timing meegegeven voor het vervolgtraject? Nee. Oké, ja, dankjewel. En dan gaan we naar de laatste vraag. Die komt ook van Hans. Ja, dat is een korte vraag. Tijdens de zitting van 25 februari werd het voorstel van onze fractie goedgekeurd om de mogelijkheid te onderzoeken tot het uitbreiden van de regeling rond speelstraten, maar dan met sneeuwstraten. En nu de winter langzaam maar zeker dichterbij komt, zouden we hierover graag een stand van zaken krijgen. Dus is dat al bekeken? En zo ja, wat zijn dan de conclusies? Gaat het kunnen? Dus die sneeuwstraten, of is het misschien nog niet bekeken? Daarvoor mag u een antwoord verwachten van Graaf Triskes. Ja, dankjewel Voort. Dankjewel Hans ook voor de vraag. En de vraag naar de update, stand van zaken. We hebben dat na uw vraag in februari, denk ik al, hebben we dat inderdaad aan onze diensten gevraagd om eens op te lijsten. Een aantal praktische zaken uiteraard te inventariseren. Hoe het zit met strooidiensten, strooiroutes, hoe het zit met openbaar vervoer, hoe het zit met verhuisdiensten, snelheidsregimes van wegen en dies meer. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen als college dat het een relatief eenvoudige inpassing is in de huidige regeling, de afsprakennota eigenlijk, hè, want dat is het formeel gesproken, die door het college al eens eerder goedgekeurd is van de speelstraat. Dus het is een aanpassing op de wintersituatie van de regeling rond de speelstraten. En de speelstraten zelf vindt zijn rechtsgrond in het algemeen verkeersreglement, de wegcode. Dus wat wij inmiddels op onze website gezet hebben sinds een tijdje al, is dat er in de kerst- en de krokusvakantie, dus we zouden het in de vakantieperiodes doen, in de kerst- en de krokusvakantie, dat er dan een sneeuwspeelstraat kan ingesteld worden. De mensen moeten dat op voorhand uiteraard aanvragen. En als er effectief sneeuw ligt, kunnen ze de straat ook afsluiten als ze die toestemming gekregen hebben. En ze moeten dat ook eventjes melden. Hè, want je kunt moeilijk, de vraag is, ook om organisatorische en praktische redenen, hè, dus de toestemming om een straat af te sluiten moet kenbaar gemaakt worden aan verschillende instanties, de hulpdiensten en ga zo maar door. Dus is de praktische regeling zo dat men 6 weken op voorhand, wil zeggen 6 weken voor de kerstvakantie of 6 weken voor de krokusvakantie ten laatste de aanvraag moet indienen. Dan krijgt men die toestemming op basis van de criteria, zoals gezegd. Hè, ligt het in een woonzone, beperkt tot 50 km per uur snelheidsregime, geen openbaar vervoer. Enfin, nog een aantal criteria die op de website staan, die de mensen kunnen lezen. Als men de toestemming krijgt en het sneeuwt effectief, of het heeft effectief gesneeuwd, dan moeten ze alleen nog een kort mailtje sturen dat ze ook effectief de straat zullen afsluiten.
Dus dat is eigenlijk de regeling die, die geldt en die nu ook wel kenbaar gemaakt is op onze website. Maar het klopt inderdaad, en dat is misschien het enige minpuntje voor dit ogenblik, is dat we dat nog niet kenbaar gemaakt hadden, één aan de gemeenteraad, want dat was wel, was zo wel passend geweest en het voorstel komt van u. Dus het is wel zo dat we voorstellen van de oppositie gerust graag goedkeuren, nota bene, maar dat terzijde. Maar ook de algemene communicatie zou nog moeten gebeuren. Dus gelukkig heeft het nog niet gesneeuwd, maar we gaan het wel doen. En ik denk ook wel dat we een beetje coulant kunnen omspringen met de termijn van 6 weken wat de kerstvakantie betreft. Moest het aan de orde zijn. Ook niet te veel natuurlijk, want het moet ook administratief en correct naar alle diensten kunnen gecommuniceerd worden. Maar dus de regelgeving, als je op de website gemeentepeil.be gaat en je typt sneeuwkoppelteken speelstraat in, dan staat er de integrale regeling ook met het digitale aanvraagformulier in. Ja, oké, dank je voor het antwoord. Het is inderdaad een kwestie van snel uitgebreider communiceren dan, denk ik. Want die 6 weken is natuurlijk, dan zitten we al in de kerstvakantie, denk ik. Hè. Dus voor deze kerst moeten we daar, denk ik, iets tankender mee omspringen. Mm-hmm. Oké, ja. Dank of niet laten sneeuwen. Ja. Ja, dat kan ook. Oké, dank je voor het antwoord. Dank u wel allemaal voor de toelichtingen. We zijn aan het einde van de vragenronde, aan het einde van onze gemeenteraad. Ik zou u nog allemaal een fijne avond willen toewensen. Ik stel ook voor om het gezond te houden. En we zien elkaar terug op 16 december. En dat zal sowieso terug digitaal verlopen. Goeie avond.